Still so blow, and on the cusp of hospital. Mijn naam is Patience. Ik is een hoer. Ik werk nu 12 jaar, hè? 12 jaar op die job. Ik heb recent besluit om te emigreren van die Kaap af en om hier te vestigen in die hoofdstad voor better working opportunities. Escort, sex worker, prostitute, allemaal als een hoer. Verstaan ze? Mijn job heeft maar een limited lifespan. Ne? Ik hou daarvan om mijzelf te compareren met een sportman. Ons allebei moet alles inzetten terwijl ons jong is. Ne? En terwijl daar een supply and demand is voor ons. Want ik kan ook niet moer naar een moer als ik 80 is. Niet gaan we belachelijk wees, man. Kijk, ja, mijn pa was een schoolie, ne? En mijn ma, God rest haar soul, zij was een alcoholiek. Ik heb mijn pa nooit gekend, hij was vroeg bij die huis uit. Hij is nog maar net een skim van mij. Distant memory, zo vergier. Maar mijn ma, ach, zie toch, zij was zo dronk. Oeh, zij was dronk. En die aandacht kwam ons bij die huis. Ik heb mijn boetekjes en mijn zusjes. En daar had ze er voor ons kost gemaakt, maar oeh, ze had kak gemaakt. Oeh, ze had zo met touwen gekookt en zo, maar zij was dronk. En toen ik ga ze, ik moet voor die boetekies en sussetjes, ik moet vallen, kijk nou. Want ons het in elkaar uit begin vallen, ne? En toen het ik charge gevat. Ik moest geld inwinnen. Maar ik heb hier wat een bezigheid om te maken. Ik kan die bezigheid doen, nie, man. Ik, wat ze bezigheid doen, die meid? En toen dacht ik nou, maar toen ga ik in die business. Het is makkelijk en ik is goed. Verstaan je? Ik is goed aan wat ik doe. Op pad werk toen naar mijn shift. Baie keer net voor ik ga staan bij mijn paal, dan hou ik daarvan om in te gaan bij je videostore, om mij op hoogte te houden van die latest development op die entertainment front. Prince of Egypt. Als ik een dag een video misschien kan bekostigen, ga ik hem uitnemen. Het is prachtig, die van Moses. Het is al die kinderpainters hier zo gecategorized, verstaan je? Kijk eens, huge krant. Verstaan je? Hij was met daar van Voidings naar Funer. Hij was daar gespeeld van daar. Van. Hij moest gevangen met de wijnbrouw. Nou, want je, ik drink de wijn, maar zij was de wijn daar, zo'n Hollywood. Huge krant, huge scandal. Ik en die andere girls in de peaceful rivalry, ons weet wie is een wiese gebied en ons meng niet daarin. Ik krijg snaakse verzoeken van die customers. Hulle dress op zoals babytjes, ne? Dan trippel hulle rond en jij moet hulle bliksem. Oeh, dan vat ik het, vat mijn geld en ik moer hulle. Verstaan, Jay? Heb je genoeg geld, hier? Ik is mijn eigen baas, ne? Ik besluit. Niemand kan van mij vijen, nie. Niemand kan mij in die pad steken. Je kan mij in die pad steken, maar dan moet je bij betalen. Nee? Ja, kijk, ik doe niet alcohol, nie, en ik doe niet drugs, nie. Ik heb een clean slate, verstaan je? Ik heb een clean slate. Oh, nee. Oh, nee. Ik lach zo'n oor. Ik is zo'n oor. Oh, nee. Ook is het tijd toch vandaan? Maar, kijk, wat paard en pasel is van jullie job, is die STTs. Verstaan je? Sexual transmitted diseases. Dat kan je nou niet van helpen, betekent dat gebeurt het niet, man. Daar, here today, gonorrhea tomorrow, verstaan je? Of die klep betekent die klep. Dat is daar van, onthoud je die klep sound? Bam, padam, padam, bam, mijn koekie was nou ziek geweest. Maar die dokter heeft hem weer genees. Ja. Kijk, ons toch Afrikaanse woordjes, ne? Wat ons gebruik van handjob, zie ons radkas. En voor die blowjob is een blaaskans. En als hij niet performt, nee, als hij no hard feelings heeft, verstaan je, dan is het een windpomp. Oei. Dat moest er niet van geweten.
is my baby, man. Ek kon het nie help, ek het alle contraceptions gehad. Maar toe kom my miracle baby dier alles heen. Ek doe nie abortions en sulke dinge nie. Dis ongesond en sonde. Ek weet nie wie die pa is van my kind nie. Ek dink dis die hele Suid-Afrika, verstaan jy, girl? En ek kan nie bekostig dat die chaf om kyk nie. En die ander girls staan nie belang, jy moet ook werk, ne? So nou moet ek altyd saamvat op die job. Dan steek ek op weg hier so. Net vir 'n paar uur. Sy naam is Moses. Dit is my miracle child, my prince of Egypt. Wat ek wegsteek in die biesiekies. Mama kom nou weer my kind. Dit is net 'n paar uur in die aand. Dit is van die tyd dat ek altyd by my kind. Ja, ek kom nou. Mama kom nou. Mama kom nou weer. Mama, shut up. Mama kom nou weer.